Hoi allemaal, welkom bij de nieuwe rubriek van ons YouTube-kanaal Het Geheim van HVA. Vandaag gaan we kijken wat het eerste geheim is van de Hogeschool van Amsterdam. We gaan namelijk kijken wat de Hogeschool van Amsterdam doet met al dat gerecyclede materiaal dat we verzamelen binnen en rondom de scholen. Ik ga vandaag voor jullie uitzoeken waar we nou precies recyclen bij de HVA en wat ermee gebeurt. Nu even een momentje hebben voor hoe mooi dit uitzicht is hier. Jaarlijks produceren wij gemiddeld 470 kilo afval per persoon. Zo'n 274 kilo daarvan is gescheiden ingezameld afval. Een gemiddeld persoon spendeert 20 uur per week op de HVA. Dit zijn jaarlijks zo'n 52.000 mensen die circa 3 miljoen kilo afval produceren. Het belang dat een deel hiervan gerecycled wordt, snap je ondertussen wel. Bij de HVA wordt er dagelijks heel wat afval ingezameld. Dit wordt gedaan in kantines, openbare ruimtes en zelfs in lokalen. Op de ene plaats recycelt men wel beter dan op de ander, maar de mogelijkheden zijn groot en je hebt vrijwel altijd de optie om je afval te recyclen. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met dit afval? Het antwoord hierop is de Milieustraat. Elke HVA-locatie heeft namelijk een milieustraat waar afval gescheiden wordt weggegooid. De Milieustraat van de faculteit Bewegen, Sport en Voeding heeft zelfs een openbare milieustraat. Nu lever je jouw afval nog beter gescheiden in. Van plastic en glas tot batterijen, pennen en chemisch afval, je kan het er allemaal kwijt. Meerdere locaties van de HVA doen projecten in recyclen en bewust weggooien. Hier kun je zelfs in afstuderen bij de Hogeschool van Amsterdam. Ben je nou benieuwd naar wat je zelf nog kunt doen of heb je tips? Laat het ons dan weten in de comments.